al een beetje gaan muziek? Ja, tot nu wel, ja. En de verwacht je iets of zo? Nee, niet echt, maar uw voorgangster had er wel een reputatie van gemaakt, dus verwacht niet. Maar natuurlijk, mijn reputatie, dat is heel goed in orde, hè? Vlekkeloos, hè? Ja, dat is zonder vlekken, niet. Ja, daar gaan we niet over uitweiden. Dames en heren, ik zou graag willen dat Ronnie even het woord voert, want Ronnie gaat een beetje uitleg geven, denk ik, over hoe de campagne verlopen is, wat de dames allemaal gedaan hebben, natuurlijk ook dat het echt wel allemaal vlotjes gegaan is. Al die dingen, Naomi, wat denk jij ervan? Ja, dat mag ik eens eventjes gaan uitleggen, hè. Voilà. Wat hebben ze allemaal gedaan? Voilà. Ik ga mijn micro even aan u geven, Ronnie. En ik zou zeggen, laat je helemaal gaan. Ja, dat gaan we nu niet doen, maar oké. Eerst en vooral wil ik jullie allemaal hartelijk welkom heten hier in het Albert Hotel. Ik vind het heel leuk dat jullie allemaal zo weer zo talrijk opgekomen zijn. Vooral heel vriendelijk en heel goed supporteren we op de juiste manier. Geen wat onze doorgegeven heeft. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik vind eigenlijk trouwens dat de twee dames, want zo mag ik het wel zeggen, een tafel met applaus verdienen, want eigenlijk is er een vuurdoop. Ja. Mensen die ons al een paar jaren volgen, die weten dat normaalwijze wij één vaste gastvrouw hebben voor de hele avond. Maar ook omdat ons campagne dit jaar voor Miss Universe 2020 in het teken stond van het Regenbooghuis. Het huis waar iedereen die, zoals men dat noemt, anders geaard is, maar wij houden niet van die uitdrukking. Dus elke Hollywood transgender of wat dan ook welkom is en altijd zich goed thuis voelt. Dat is een beetje ons goed doel voor dit jaar. En in teken van dat hebben we ook een beetje de lijn doorgetrokken en ons podium daarmee gevuld. Dat is op zich al denk ik een statement, maar er komen nog meer statements vanavond. Ik wil eventjes heel duidelijk zijn. Wij zijn een drietal maandjes geleden begonnen met een groep van 10 dames. Waarvan dat we er vanavond 8 overhouden. Gedurende een campagne, mede-organisatoren die in de zaal zitten, die weten dat wel. Kun je anders een euveltje tegenkomen en kunnen de mensen afvallen. Nu, ik denk dat ik mag zeggen, in naam van degenen die achter het podium en ook op het podium staan, dat wij een toch wel goede campagne achter de rug hebben, met ups en downs, zoals elke campagne wel is. Maar waarvan ik zeker ben dat wij de laatste weken een fantastische groep gecreëerd hebben die hier achter het podium staan, en ook regelmatig op het podium. Godzijdank. Maar je ziet ook aan de dames dat zij stralen en dat zij gedurende de campagne ook van ieder van hun die een meerwaarde gegeven heeft van workshops, van defilé, die van Naomi kwamen trouwens, van gezonde voeding, die van links van de zaal kwamen, met de nodige shakes en dergelijke. Dus ik wil op zich al iedereen uiteraard in de zaal, maar ook onze partner sponsors, die wil ik heel heel hartelijk bedanken voor onze campagne. Dat mag wel zeker wat. Ik hoop dat ik uiteraard niemand niet ga vergeten. We hebben op de VIP-tafels een kaartje achtergelaten voor de mensen die ons zeer genegen zijn. Iedereen is ons genegen, maar je hebt uiteraard ook voor zo'n campagne hoofdsponsors nodig. En ik zou je toch iedereen die hier in de zaal zit, die partner was van ons, hartstikke bedankt. Maar ik zou er toch een paar willen uitpikken. En dan ga ik eerst en vooral rechtdoor kijken. Dat is al jaren en dagen onze hoofdsponsor. Tavernier's Food Service. Jan en Daisy, hartelijk dank alweer voor de steun. Voilà, kijk. Super voor wel. Nu, er zijn uiteraard ook andere mensen die dit jaar, en ik ben daar heel fier op, die mee in ons verhaal gestapt zijn. We hebben al 2 keer een passage, nee, 1 keer. En gaat er een 2e keer een passage komen voor onze kledingsponsor. Lili, hartstikke bedankt dat je hier bent. En hier ook een bedankt. Super van Westerlijk Huis. Rechts, ik ga jullie dus verwelken. Rechts van mij, links voor jullie, daar in het hoekje, staat een banner.
van Universe met Dress to Impress met een aantal kleding op. Straks komt er nog een beetje bij. Ga zeker eens kijken. En als je eens diep in de ogen van die fantastische dame kijkt, dan ga je waarschijnlijk een hele mooie korting krijgen. Links van ons, rechts van jullie, daar staat een man die al jaren en dagen bijna in het zog van onze verkiezingen loopt. Is Josh Santana. En die gaat een heel moeilijke naam gebruiken. Van Natureza Brasileira, maar Josh. Amai zeg. Ook hij staat daar met een stand. Ook daar ga je, zoals mijn collega aan de rechterkant al verteld heeft, een super korting krijgen vanavond. Moesten jullie iets willen aanschaffen, maar helemaal niet de verplichting is uiteraard. Maar ik zou toch eens kijken even gaan nemen. Heel belangrijk, ook om te vernoemen. Dadelijk op dit podium, straks nog, gaan jullie een aantal jurken zien die in première wordt voorgesteld aan jullie. We doen super trots op. U gaat twee national dresses krijgen voor twee dames die internationaal ons gaan vertegenwoordigen. En één regenboogjurk. Een regenboogjurk die ook in het teken staat voor ons goed doen, het regenbooghuis. Maar daar zien jullie straks allemaal heel veel meer op. De dame die dat gecreëerd heeft, die zit ook in ons midden. Ik ga nu rechtdoor kijken. Ik zie ze al smilen en ze denkt van, nee, niet zeggen. Ik ga het toch doen. Katrien, sta even recht. Katrien is onderwerp van de video die je straks kan zien. Fantastisch om ook zo samenwerking te beginnen. Nu, nog één zeker. Rechts van mij, links van jullie, helemaal achteraan in de zaal. Ja, ik zie ze toch nog zitten. Mark en Lien, hartstikke bedankt alvast vanuit het LR-systeem om jullie vanavond te engageren om de dames in de mogen je make-up te steken. Hartelijk bedankt en hopelijk mogen we nog veel van de taaie berechten doen. Best wel hoe jullie zijn. Dank je wel. Ja, Mark en Lien, dank je wel. Voilà, en daarnaast rechts daarvan, ze zijn ondertussen al recht gestoken. Ja, recht gestaan. Tatjana en Achim voor de hairdressing. Je moet de druk recht staan. Voilà, kijk eens aan. Op hun, een warm applaus. Voilà, dus. Ik hoop dat de loop van mijn hart dat iemand die vergeten bent. En nu zit er iemand te trillen op zijn stoel. Ja, ik wel. Nee, ik ben u niet vergeten. Dames en heren, vooraan, heel van die, ik weet niet, ik trek het altijd lang. Maar deze moet je zeker nog bijhalen. Twee banners en een aantal fantastische flessen, mooie gekleurde flessen. Zeker eens langs gaan. Het is niet alleen mooi, het is ook nog heel goed voor jullie gezondheid. Alain, hartstikke bedankt voor het duo van Duo Life. Ja, dat is alleen. Zo, en ik hoop dat ik de groep van harte prima niet vergeten ben. Iedereen die ons gesteund heeft, ook die van Zuidbuik voor de bruidsmode. Fantastisch. Dankjewel alvast allemaal. Ik ga waarschijnlijk hier nog eens moeten terugkomen. Dus ik moet er een beetje tekst over worden. Tot straks. Oké, tot ziens. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, wat dan? Maar ik heb eigenlijk nog iets erbij voor. Ja, want staat dat nu zo stil of roep ik stil? Roep ik stil? Is dat beter? Nee, wat ik eigenlijk heel raar vind, en ik had het er straks met Naomi over, van, we hebben een goed doel dit jaar. Hè? Dus hè, dat doen we wel meer, en een goed doel, en ik vind dat allemaal heel tof. Nu, dat goed doel dit jaar, wat ik een goed doel kan noemen, het regenbooghuis, zeer mooie VZW, staat voor zeer leuke dingen. Maar ik en Naomi vragen ons eigen af, waarom het regenbooghuis? Is er iets dat jij, allee, Naomi? Het begon allemaal aan mij, een transgender eerste eredame, het regenbooghuis. Wij twee nu op het podium die presenteren. Beetje verdacht toch? Er klopt iets niet. Hadden we misschien een kast op het podium moeten zetten. Hoezo, bedoelde? Ja, deurtje open. Ronnie, moet je ons iets vertellen? Nee. Ik denk dat Ronnie een beetje verlegen is. Moedig hem even wat aan, alsjeblieft. Nee, als het een kast zou zijn en ik zou ze zelf in elkaar gestoken hebben, dan zou het een van de IKEA moeten zijn, dan heb ik waarschijnlijk 20 schroeven over. Misschien tot spijt van wie het beleid, een aantal mensen achter en voor het podium. Nee, ik heb geen kast waar ik moet uitkomen. Maar ik zou wel iedereen aanraden voor degene die dat maar de minste twijfel hebben, doen. Echt waar, doen. En niet alleen daar, ik bedoel ook, dat is de reden waarom we het regenbooghuis gekozen hebben. Je kan me terecht voor al je problemen. Ik zeg niet dat het problemen vervallen zijn aan de zaak. Helemaal niet. Het is trouwens ook geen probleem. Maar om een lang verhaal kort te maken, je mag die kast houden. Dankjewel. Geef Ronnie Wallace een dadelijk applaus alsjeblieft. Nu, Ronnie, een klein momentje alsjeblieft.
Robbie Bollers kan dat ook allemaal niet alleen, er staat natuurlijk een heel team achter.